Hallo en welkom in de volgende episode. Hoe maak je een game in Scratch? Goed, in de vorige aflevering zijn we met dit geëindigd. In deze aflevering gaan we eigenlijk een scorebord maken. Wat we eigenlijk willen is dat wanneer Pikachu op het einde van zijn weg geraakt en thuiskomt, dat we dan naar een andere backdrop gaan. Een backdrop waar Pikachu in zijn kamer zit en blij is. En ons bedankt en ons vertelt hoe lang we over hoeveel tijd we hebben gespendeerd om aan het huis te komen. We willen dan ook dat onze score in een scorebord terechtkomt, zodat we kunnen kijken, dat is hoe goed ik het heb gedaan, en dat we dat kunnen volgen, zodat de volgende keer dat je probeert, dat je kan zien of je het beter of slechter hebt gedaan. Hoe gaan we dat nu juist aanpakken? We gaan eigenlijk terug naar controle, hebben we al veel mee gedaan. If touching. En we gaan deze kleur pakken, dus we gaan even naar sensing gaan. If touching color. Hier op de deur is er zo wat purper, dat is perfect in het midden. Zo. Perfect. Dus als ze die kleur aanraken, dan gaan we tijd toevoegen aan onze scorebord. Dus hoe gaan we dat juist doen? We gaan een variabele maken. We gaan een lijst maken, sorry, een lijst. En die gaan we noemen beste score of high score. High score. Perfect. En ik krijg hier nu een balkje high score. En een klein beetje kleiner maken. Dat is wat groot nu. Goed. Wanneer we die kleur aanraken, dan voegen we onze tijd toe aan best score. Insert. Hier insert thing at one at best score. Dus die thing gaan we dan vervangen door onze variabele tijd. Voilà. Dus insert onze tijd at one in best score. Nu gaan we ook. Willen we ook wel dat als onze score beter is dan onze vorige score, dat die score eerst komt in onze scorebord. Zou we nu gaan doen, dus we gaan nog een als dan pakken. If. Die zetten we hieronder. Terug naar onze operatoren. Als onze tijd. Deze is de fout. Als onze tijd kleiner is. Want hoe kleiner je tijd, hoe beter dat je het hebt gedaan. Als onze tijd kleiner is dan item nummer 1 in de lijst best scores, dan inserten we deze in nummer 1. Dus if time. Zo. If time is hoger dan item number 1 op best score, dan inserten we tijd at number 1. En deze gaan we even vervangen door gewoon add to best score, add time to best score. Voilà. Dat zou nu perfect moeten werken. Dat zou nu een scorebord moeten geven. Dan gaan we even testen. Ik zie eigenlijk net dat we hier high score moeten selecteren en niet best score. High score. We gaan best score even verwijderen, omdat dat wat ingewikkeld was. Oké, okay. Gaan we Pikachu van achter in de rij zetten. En gaan we kijken. Voilà. We hebben er 3 seconden over gedaan. En dat komt erin. We gaan nog eens proberen met een hoger aantal. We zullen wachten op 5 seconden. 5 seconden. Gaat het achteraan? 5, 6, 6, 6. Dus in orde. En nu gaan we eens kijken of dat als we op 1 seconde dat dan allereerst in onze lijst gaat. Voilà. Dus dan weten we dat dat perfect werkt. Dus dat is goed voor onze scorebord al. Dan als laatste willen we nog dat we naar de andere backdrop gaan als we aan het uiteinde komen. Die backdrop heb ik in mijn computer. Dus upload backdrop. Player house. Perfect. Player house. Dus als we. Als we aan het huisje komen, dan switcht de backdrop naar player house 1. En deze wordt het eindscherm. Dus we gaan eens testen of dat eigenlijk werkt. We gaan Pikachu
Even de vogel ontwijken en pikje wat aanzetten. Voilà, perfect. Nu, we merken wel dat al onze sprites nog aanwezig zijn, omdat die niet weten dat ze zich moeten verstoppen als we naar Backdrop Playerhouse gaan. Dus wat ik kan doen is eigenlijk, ik kan misschien een signaal sturen naar mijn andere sprites, dat als Backdrop Playerhouse 1, dat ze dat moeten verstoppen. We gaan dan een nieuwe message maken, in control. Broadcast message. En dat wordt een new message. New message is hide. En dat gaan we overal zetten. When I receive message hide, dan gaan we ons verstoppen. Deze gaan we in de crab steken, in crab 2 steken en in griffin steken. Even kijken. Is dat hier aangekomen? Voilà. Hier aangekomen. There we go. Als laatste. Perfect. Dus nu weten we, nu weten ze op het einde moeten ze zich verstoppen. En dan nog eens proberen. Voilà, ze zijn weg. Ideaal. Dat was het voor deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we onze instructies en ons victory screen perfectioneren en nog een aantal foutjes uit het programma halen. En dan zijn we klaar. Succes!